Goeiedag bij deze les over reguliere expressies. Ik ben uw docent informatiekunde Fred Truijen. Wat zijn eigenlijk reguliere expressies? Wel, je kan dat best omschrijven als een manier om patronen te beschrijven, zodanig dat de computer tekst kan herkennen. Dus wanneer wij tekst lezen, dan herkennen we daar werkwoorden in, herkennen we zinsbouw, herkennen we punctuatie, herkennen we structuren. En een reguliere expressie is eigenlijk een heel krachtige manier om dit soort patronen te gaan aanleren aan de computer. Nu, het wordt heel vaak gebruikt door systeembeheerders, vooral in grotere systemen, zo websystemen, Unix, Linux-omgevingen, ook wetenschappelijke systemen, om eigenlijk een heleboel geautomatiseerde beheerstaken te doen op de computer. Dus dat kan zijn het instellen van beveiliging op routers, het screenen van bestanden, het kopiëren van bestanden tussen fileservers. En de software die reguliere expressies ondersteunt is ook ingebouwd in een aantal standaard omgevingen. Grep is een tool die heel vaak gebruikt wordt in Unix omgevingen om te programmeren. Perl, wat een zeer zeer krachtige tool is om strings of tekstgehelen te gaan doorzoeken. Voor ons is het belangrijk omdat reguliere expressies eigenlijk verondersteld zijn als je taalkundig onderzoek gaat doen. Dus als je, zeker als je onderzoek doet op grote tekstbestanden die op computer zijn opgeslagen. Dat kunnen afleveringen van kranten zijn, dat kunnen boeken zijn die gedigitaliseerd zijn. Dan ga je dat eigenlijk met reguliere expressies doen in je programmacode. We gaan een heel handig toeltje gebruiken online, dat is regexer.com. Dat is vrij ter beschikking online. En dat zal het toeltje zijn waar we hiermee werken om toch de basics van reguliere expressies onder de knie te krijgen. Laat ons eens even naar de basissyntax kijken van reguliere expressies. Een punt staat voor een willekeurig teken, dus eender welk teken wordt daardoor gematcht, behalve eigenlijk de tekens die aangeven dat er een nieuwe lijn moet komen, zoals backslash n. Vierkante haken geven een lijst van mogelijke tekens. Dus wanneer we, zoals hier staat, open de vierkante haak, dan ABC, sluit de vierkante haak, dan kan eigenlijk eender welke van die drie letters gematcht worden. Wanneer we daar mintekentjes tussen plaatsen, dan kunnen we reeksen aangeven. Zoals hier allerlei letters van A tot Z, zowel in kleine als in hoofdletters. Met een dakje als eerste teken ga je het omgekeerde aanduiden van wat je aangeeft. Dus hier alles wat niet een cijfer is. Een dakje apart staat eigenlijk voor het begin van een regel en een dollarteken voor het eind van een regel. Nu die regeleindes, daar moeten we iets over zeggen. Het is zo dat wanneer je tekst op computer zet, wordt dat regeleinde, dat zie je niet. Dus je ziet gewoon dat er een nieuwe lijn begint, een nieuwe regel begint. Eigenlijk op de achtergrond wordt dat door verschillende soorten tekens aangegeven en computersystemen interpreteren dat ook anders. Er zijn eigenlijk twee tekens in het spel, dat is enerzijds line feed, dus backslash n, en carriage return. Line feed is eigenlijk de ASCII-karakter 10, en u ziet het hier ook in hexadecimaal notatie. Carriage return is ASCII teken 13. Dat zijn eigenlijk onzichtbare tekens, die worden in een tekstverwerker niet weergegeven. En nu is het zo dat op een Macintosh, wanneer je tekst gaat bekijken op een Macintosh, wordt een nieuwe regel begonnen wanneer carriage return staat, terwijl dat op Unix systemen eigenlijk line feed is.
En Windows gebruikt dan weer beide tekens, dus backslash R, backslash N. Zo komt het wel eens dat wanneer je een tekstbestand opent in Notepad, dat je eigenlijk de regeleindes niet ziet, dat het alles één lange lijn geworden is. Dat komt misschien omdat die tekst vanuit een Macintosh of vanuit een Unix-systeem komt. Nu, in reguliere expressies is er een mogelijkheid om met een multiline switch, slash M, een matching te gaan doen over meerdere regels. Nu, een andere zaak waar we nu we van die multiline spreken naartoe komen, zijn de flags. Je kan aan een zoekstring, een reguliere expressiezoekstring, ook een flag gaan toekennen. Bijvoorbeeld slash i geeft aan dat je niet kijkt naar hoofdletters of kleine letters. Hè, dat, en de slash g, die meestal aanstaat bij reguliere expressies, geeft aan dat je blijft zoeken. Dus dat je niet stopt na de eerste match, maar telkens opnieuw de rest van de string gaat doorzoeken tot je weer een match vindt. En dan heb je slash m, multiline, zoals we al zeiden. Daarmee kan je meerdere regels overspannen. En we gaan dat laatste even laten zien. Hier heb je bijvoorbeeld een uitdrukking die zegt van aan het begin van de lijn, eender welk karakter, één of meerdere keren tot aan het einde van de lijn. Maar je ziet dat hier geen match is. Hoe komt dat? Omdat in de tekst zelf staan hier eigenlijk maar drie keren een regeleinde en dat is achter het punt. En dus de computer vindt eigenlijk op die eerste regel geen aangegeven regeleinde. Wanneer ik nu die slash m ga toevoegen, zoals op de volgende slide, dus waar we hier slash m hebben toegevoegd, dan kan het zoekprogramma doorgaan zoeken achter deze visuele regel tot hij een eerste keer die lijneinde vindt. Nu, ik heb hier geen slash global staan, vandaar dat hij maar één match doet. Nu, wat kan je allemaal gebruiken op zo'n in zo'n expressie om reguliere expressies op te zoeken? Wel, ten eerste metakarakters. Metakarakters, zoals je hier ziet, zijn karakters waar je niet letterlijk dadelijk mee zoekt, maar die een bepaalde functie hebben. Bijvoorbeeld het hoedje geeft aan begin van de lijn, het dollarteken eind van de lijn, sterretje geeft aan eender welk karakter 0 of meerdere keren, het punt geeft aan eender welk karakter, het plusteken geeft aan één of meerdere keren zo'n teken. Het vraagteken is een enkel karakter dat willekeurig kan ingevuld worden. Accolades ga je gebruiken om een aantal keer aan te duiden. En die vierkante haken krijgen ook een speciale functie. Dat is met name om een klasse aan te duiden of een karakterset. Zet je daar een hoedje binnen, dan neem je het complement. Dit betekent eigenlijk dat je hier één positie matcht van een teken dat niet A, E, I, O of U is. Dus dat eigenlijk geen klinker is, om het zo te zeggen. Backslash is een teken dat je kan gebruiken wanneer je letterlijk op een metakarakter wil gaan zoeken, zoals een vraagteken. Deze rechtopstaande lijn ga je kunnen gebruiken om of aan te geven, en de haakjes ga je gebruiken om te groeperen. We tonen dat even hier. Je hebt hier bij Regexer een scherm waar je tekst in kan gaan plaatsen. En je kan hier bovenaan je expressie invullen. En het mooie is dat Regexer je duidelijk aangeeft wat de verschillende componenten zijn. Dus je opent je search string, je krijgt dan eigenlijk een karakterset en je geeft aan dat je van hoofdletter A tot hoofdletter Z wilt matchen. En je eindigt dan en je zet global, met andere woorden, je blijft doorzoeken. En dan zie je dat hij alle hoofdletters hier gaat opzoeken. Kijken we naar een ander voorbeeldje. Dan zien we hier dat
we een letterlijke tekst, TE, nemen en dan een groep waarin we zeggen, kijk, ofwel S, ofwel X en dan weer een T. En dan zie je dat hij zowel tekst matcht als test in dit voorbeeld. Ten slotte een laatste voorbeeldje. Hier gaan we een string zoeken die begint met een getal, één of meerdere keren, gevolgd door een punt, en u ziet de backslash geeft aan dat we dat punt letterlijk bedoelen, gevolgd door weer een getal, één of meerdere keren. Dat betekent dat hij hier dat getal matcht, het punt en het tweede getal, de blanco niet matcht en hier opnieuw een string matcht. In dit geval gaat hij stoppen na twee keer, hè, omdat dit een derde patroon is dat hij niet matcht. Tot hier deze eerste korte introductie. We gaan in volgende afleveringen verder.